Ze zijn momenteel heel goed bezig. Sint-Truiden heeft de laatste weken echt wel getoond dat er een ploeg op het veld staat. Ze vechten voor elke bal. Ze willen niet altijd evenveel voetballen. Wat betekent dat? Dat we zelf gaan moeten proberen met vloeiende acties tussen de lijnen proberen te spelen. En het zal niet gemakkelijk zijn, want er staat tegenover ons een hele stevige ploeg. En ze pakken de punten. En als je gaat winnen met 0-1 op Union, dat betekent dat iets. Ik heb ook die wedstrijd gezien en die overwinning was niet gestolen. Misschien niet altijd het mooiste. En ik verwacht ook opnieuw dat ze heel realistisch deze match gaan aanpakken. En dat ze gaan wachten totdat wij foutjes maken. En deze moeten wij proberen te beperken. Ja, Daze blijft oud met wat last aan zijn knie. En Ambrose heeft de hele week ziek geweest, dus die zal er niet bij zijn. Ik denk dat het zeker en vast een broodnodige zegen was, want je weet ook wel, stel dat je een negatief resultaat had, dan komt de druk misschien ook op KVO. En dan weten we ook welk programma we nog voor de boeg hebben. Ik denk dat we vooral dan theoretisch de grote winnaar waren van de ploegen die achteraan stonden. En dat we zeker en vast een beetje meer ademruimte hebben. En het zou ook kunnen dat we genoeg punten hebben. Maar toch, zolang dat je dat niet mathematisch zeker bent. En de boodschap voor dit weekend is, wel probeer dit misschien zo snel mogelijk veilig te stellen. En ja, dat zou dan absoluut het geval zijn als we zouden winnen.